Leidse basisschoolkinderen gaan water op om plastic op te ruimen. Fred van Tricht, 1 jaar burgemeester van Zoeterwoude. En laatste kerstshow in Intratuin Voorschoten van start. Dag dames en heren, welkom bij het Unity.nu weekoverzicht. Met een zingo in het dorpscentrum werd de themaweek Oegstgeest ontmoet zaterdag afgesloten. Oegstgeest ontmoet werd georganiseerd om het thema eenzaamheid te belichten en de ouderen in het dorp in het zonnetje te zetten. De zingo was een activiteit van Radius Welzijn in samenwerking met Unity NL. In het dorpscentrum in Oegstgeest vond zaterdagmiddag een zingo plaats. Tijdens de zingo werd allerlei muziek van vroeger gedraaid en konden deelnemers kijken of deze nummers op een bingokaarten stonden. Met optredens van zangers Marco de Hollander en Ronnie Tober werd het feest alleen maar groter. Hoe vinden we het? Hartstikke leuk. Gezellig. Ik kwam een beetje voor Marco, een bekende van me. En Ronnie Tober, altijd al mijn hele leven al een beetje fan van geweest. Dus mijn middag ging eigenlijk niet meer kapot, joh. Het was hartstikke leuk. Voor Ronnie Tober was het bijzonder om in Oegstgeest te zijn. Hij heeft namelijk een band met het dorp. Oegstgeest is altijd zeer bijzonder voor mij, want ik had een oom hier wonen. En die woonde hier om de hoek op de Rijngisterstraatweg. Ja, hij is helaas lang niet meer bij ons. Maar toen ik hier de allereerste kwam, in 1963, was ik op bezoek bij mijn oom en heb ik ook een nachtje geslapen. En toen nam hij mij hier helemaal deze omgeving, naar de Rijn en zo. Prachtig, prachtig hier. De zingo was de afsluiting van de Oegstgeest ontmoetweek. Deze week stond vol activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan. Dit is een onderwerp dat veel speelt in het dorp. Het is dan ook extra belangrijk dat dit onder de aandacht komt. Ja, Oegstgeest is een dorp die net als andere dorpen in het land vergrijst. Misschien nog wel wat sneller vergrijst dan plaatsen om ons heen. Dus er is gewoon ontzettend veel aandacht nodig voor die groep die nu toch aan het vergrijzen zijn. En waar eenzaamheid op de loer ligt. Word vrijwilliger. Alles staat en valt met vrijwilligers die zich inzetten om met z'n allen dit soort problematiek aan te pakken. Ruim 200 Leidse basisschoolleerlingen gaan deze week op pad om plastic uit de grachten te vissen en zwerfafval op te ruimen. De leerlingen van 7 verschillende scholen gaan met elkaar de strijd aan om het meeste afval op te ruimen. Tennisballen, drankblikjes en snoeppapiertjes. Dit en meer visten Leidse scholieren maandag uit de grachten van de stad. In een sloep gemaakt van gerecyclede petflessen en gewapend met visnetten gingen zij de grachten op in de strijd tegen zwerfafval. Hoe vind je het om te doen? Leuk, maar ik vind het ook niet leuk omdat er dan zoveel plastic in de sloot ligt. Heel erg voor de vissen en voor alle vogels die het opeten, want dan gaan ze dood. En dat vind ik echt super niet leuk. Waarom niet? Want ik ben iemand die van de natuur houdt. Zonde van de vissen, dat ze doodgaan. Deze clean-up is onderdeel van een 5 weken durend lesprogramma. Deze zogeheten battle is ontwikkeld door de Plastic Wheel Foundation. Wij geloven in de kracht van doen. En door middel van educatieprogramma's en actieve clean-ups willen wij kinderen laten zien dat ze zelf ook direct aan de slag kunnen met het aanpakken van dit probleem. En daarom zijn wij een battle gestart in 4 steden, maar ook met Leidse scholieren. Om door middel van een lesprogramma en onder andere ook deze clean-up op het water vandaag, het plastic vissen, om zoveel mogelijk bewustzijn te creëren om met dit probleem aan de slag te gaan. Maar vooral met oplossingen aan de slag te gaan. Want de kinderen die verzinnen allemaal een idee, doen 43 scholen mee. En die verdienen allemaal een idee om hun school plastic vrij te maken. Zo ook de klassen die in Leiden meedoen aan de battle. De leerlingen van de Anne Frank School uit Leiden hebben al flink nagedacht over hun idee. En ze hebben nu eigenlijk 2 ideeën in 1. Om een advertentie te maken. Kunnen een maandelijkse clean-up doen bij ons op school. Ondanks het serieuze onderwerp hebben de leerlingen het wel naar hun zin gehad. Ja, ze vinden het heel leuk. Ja, nee, en ze beseffen zich ook wel dat de battle niet gaat om... Je wint de battle niet door zoveel mogelijk plastic uit het water te vissen. Je wint door het beste idee om je schoolplastic vrij te maken. Maar ze zijn wel bloedfanatiek en ze willen allemaal zoveel mogelijk overal vandaan halen om schoon te maken. Dus dat is heel leuk om te zien. Fred van Tricht mag 1 kaarsje uitblazen. Sinds 7 oktober is hij 1 jaar burgemeester van Zoeterwoude. Terugkijkend op het afgelopen jaar kan hij verschillende hoogtepunten benoemen. Fred van Tricht is nu 1 jaar burgemeester van Zoeterwoude. 1 jaar geleden vertrok hij als wethouder uit Hillegom naar de kleinste gemeente in Zuid-Holland.
Als burgemeester was zijn eerste doel om het dorp beter te leren kennen. Dat deed hij dan ook met de campagne Fred Ontdekt. Ik ben door, denk ik wel, 35 tot 40 inwoners, organisaties, verenigingen uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. En waar ze dan trots vertelden wat ze aan het doen waren, hoeveel tijd ze eraan besteden. Ja, en dat vond ik natuurlijk ongelooflijk leuk om mee te maken. De zonnebloem, de bibliotheek, de dorpskerk, de organist van de dorpskerk. Ja, hoe wil je Zoeterwoude beter leren kennen dan op die manier? Voor een burgemeester is het belangrijk om betrokken te blijven in het dorp. Dit doet hij door zoveel mogelijk aanwezig te zijn in het dorp. Door bijvoorbeeld een bedankje te brengen aan de medewerkers bij de prikbus bij de Eendekooi. Nou ja, kijk, het is wel een manier om je inwoners weer te helpen. Er zijn inwoners die niet zo mobiel zijn, zelf geen vervoer hebben. En dus deze manier van toch je vaccinatie halen is natuurlijk ideaal. Als gemeente proberen we sowieso wel contact te houden met onze inwoners. Als we plannen hebben, dan organiseren we altijd avonden waarop mensen hun mening kunnen geven over die plannen. Ze mee kunnen praten daarover. Dus op die manier proberen wij contact met onze inwoners te houden. In een jaar tijd kan veel gebeuren. Voor Van Tricht zijn er een paar hoogtepunten die hem bij zullen blijven. De duik in het zwembad bij de opening van het zwembad. Het was een ongelooflijk leuke dag in het zwembad. Mijn rode Zoeterwoude is om van te houden zwembroek waarmee ik de eerste duik kon nemen. Vond ik ontzettend leuk. Maar ik vond het ook ongelooflijk leuk om de organist van de dorpskerk uitleg te horen geven over zijn orgel. Daar heeft hij ook nog voor me gespeeld. Ja, weet je, je kunt bijna geen hoogtepunten noemen, want dan doe je anderen weer tekort. Ik vond het eigenlijk allemaal hartstikke leuk. Naast hoogtepunten heeft het jaar ook dieptepunten gekend. Als je een dieptepunt moet noemen, dan is het denk ik, en dat zal voor heel het land gelden, maar ook voor Zoeterwoude, is het wel de coronacrisis geweest. Maar gelukkig, laten we hem positief afsluiten. De vaccinatiegraad in Zoeterwoude is enorm hoog. We doen het al weken heel erg goed als het gaat om het aantal vaccinaties in Zoeterwoude. Daar zijn we zo'n beetje procentueel de laagste in de regio. Toevallig afgelopen week even een dipje, maar we doen het goed. We hebben al weken geen clusters van besmettingen meer in Zoeterwoude. Dus onze inwoners gedragen zich heel netjes, denk ik, en houden rekening met elkaar. Daar mogen we denk ik ook heel trots op zijn. Studentenhuisvester Duo is begonnen met de nieuwbouw van studentencomplex Kolfpad. Op woensdag vond de feestelijke aftrap plaats onder toeziend oog van onder meer de vertegenwoordigers van de Universiteit Leiden en de gemeente. De bouw van het nieuwe studentencomplex Kolfpad in Leiden is woensdagmiddag gestart. Het complex wordt gebouwd op een locatie van de Universiteit Leiden in het Schilperoordpark en wordt zo'n 70 meter hoog. Hierin komen 289 zelfstandige studentenwoningen tegen betaalbare prijzen. We toppen 85% af onder de huurtoeslaggrens voor de jongeren tot 23 jaar. En de anderen worden afgetopt op de huurtoeslaggrens die daar direct boven is, dus voor 23-plussers. En dat betekent dat je een kamer inclusief servicekosten, inclusief huurtoeslag voor rond de €320 hebt. Het gebouw sluit aan op de rest van het gebied. Het wordt vanuit natuurinclusief oogpunt gebouwd. Wij gaan het dak vergroenen, dus er komt een groen dak. En wat we ook doen is nestkastjes voor verschillende soorten vogels ophangen. En straks komt hier ook een hele weide en daar gaan we dan te zijn de tijd nog naar kijken wat we daar nog aan kunnen toevoegen. Drie gemeenschappelijke ruimtes, waaronder een studiecafé en een game en playroom, worden ingericht met input van studenten. Ja, we hebben een workshop gehouden, we hebben daar best veel tijd in gestoken om aan hun te vragen, stel dat jouw ideale gebouw wordt gebouwd en hoe moet die gemeenschappelijke ruimte daar dan uitzien? Daar komen drie wensen uit. Eén is ontspannen, een beetje chillen, de andere is studeren en dan ook nog een hapje en een drankje. En zo hebben we die ruimtes dan ook ingedeeld en dat worden 300 vierkante meter. Naar verwachting wordt het studentencomplex in de zomer van 2023 opgeleverd. De kerstshow in Intratuin Voorschoten is weer geopend. Voor de laatste keer kunnen klanten de kerstsfeer komen proeven. Volgend jaar is de winkel namelijk verhuisd naar Lisse. En dat is een reden om dit jaar de kerstshow extra groots uit te pakken. De ijsberen staan er weer. De elanden zingen tussen de kerstbomen en de snurkende kerstman is in diepe slaap. De kerstshow van Intratuin Voorschoten is weer geopend. Met de verhuizing naar Lisse en het vooruitzicht zal dit de laatste kerstshow in Voorschoten zijn. Nou, de laatste keer kerst natuurlijk een heel turbulent jaar gehad. Maar we zijn ontzettend blij dat we hier nu nog een keer kerst kunnen vieren. En ja, het ziet er ontzettend gaaf uit. We zijn er heel blij mee. We hebben wat strubbelingen gehad om de handel hier op tijd te krijgen. Maar alles staat er mooi in. Dus we hebben een heel goed gevoel bij. Voor het laatste jaar in Voorschoten is groots uitgepakt. Met ruim 4000 vierkante meter is het een waardig afscheid te noemen.
We willen dit jaar echt laten zien wat wij in huis hebben, hè, wat wij kunnen met ons hele team. We hebben een tent extra gezet, dus we hebben 500 vierkante meter extra aan extra ruimte om droogte kerstbomen te kunnen verkopen. Daardoor krijgen we binnen wat meer lucht, dus het is groter dan andere jaren. De winkel laat verschillende thema's zien met de kersttrends van dit jaar. Ja, we hebben eigenlijk vier thema's waar we goed op inzoomen. Achter mij zie je Hotel Chic. Dus dan kijken we echt naar de okerhele kleuren en de trends die je ook in bijvoorbeeld een hotelkamer tegen zou komen. Wat dit jaar ook echt een heel leuk item is, dat is de Urban Jungle. Dus hoe krijgen we nou die groene kleuren, de natuurlijke tinten terug in de kerstshow in je eigen huis? De show is pas net geopend en de reacties van de klanten zijn al positief. Ik vind dit hier zo leuk. En die kinderen, je houdt hier gewoon een paar uur, hou je het wel vol met die kinderen wat ze allemaal zien? Ik was hier al in oktober, toen waren ze al bezig, dus we hebben in oktober. Geweldig. We zien lichtjes en we zien een treintje. En, nou, jammer. Jammer dat ze weggaan. Heel erg jammer dat ze weggaan, ook voor de gewone planten en zo. Maar ja, het is bij ons op loopafstand, dus ja, dat is ideaal. En dat is straks weg. Echt... Ja, een lege plek in Voorschoten. En dan hebben we natuurlijk nog de Unity.nu poll. Iedere week willen we jouw mening weten over zaken uit onze regio. In de poll van afgelopen week vroegen we... Er is een campagne om wapens in te leveren. Bezit jij een wapen? 19% zegt ja, ik heb een wapen. En 81% zegt nee, ik heb geen wapen. Ook aankomende week hebben we weer een nieuwe poll. En wat die poll is, zie je nu. Unity.nu luistert ook naar jou. Geef je mening over zaken uit de regio. Deze week. De OZB in Voorschoten stijgt dit jaar met 8%. Wat vind jij van deze stijging? Laat het ons weten via Unity.nu. De uitkomst zie je in het Unity.nu weekoverzicht en natuurlijk online op Unity.nu. Ook jij kan meestemmen op de poll. Ga daarvoor naar onze website Unity.nu en breng je stem uit. Een video opsturen waarin je jouw mening geeft kan ook. Stuur de video in via social media of mail naar redactie@unity.nu. Tot zover het Unity.nu weekoverzicht. Blijf op de hoogte van het nieuws uit de regio via de app, radio, televisie, website en social media. Nog een hele fijne dag!